maar... Henrik, heb jij een... Ah, tijd dat fietsen is er. Huh? Ja, goed. Nee, eigenlijk niet. Heb je een beetje zin in de mediadag met 6 camera's om je heen? Ja, fantastisch. Ja, supermooi. Sterkte! Dank je. Ik vind eigenlijk twee dingen van het wielrennen vind ik supermooi. En dat is gewoon lekker trainen, lekker fietsen en gewoon ja, dat, zeg maar, het hele basale. En het tweede vind ik het mezelf uitdagen, haal ik heel veel energie uit. En zelf proberen er alles aan te doen om zo goed mogelijk te zijn ergens. En of ik dan win of niet, nou ja, liever wel, maar dat is dan bijna een bijzaak geworden. Maar vooral de... Vooral die ultieme uitdaging op mezelf. En die wordt eigenlijk alleen maar groter als ik het idee heb dat het heel erg moeilijk wordt. Can I turn the camera around? Yeah, man. Thank you. Yeah, man. Yeah. Yeah, sure. Robert vindt alles goed, hoor. Robert is nieuw in de ploeg. Jan is nieuw in de ploeg. Met Jan heb ik zelfs nog niet gekoerst. Nog geen wedstrijd gedaan. Dus het is wel nodig om even elkaar op elkaar ingespeeld te raken voor de Giro. Over die Giro gesproken. Het aantal klassementsrenners is wel eens minder geweest in de Giro, volgens mij. Ja, het wordt een moeilijke klus. Maar zoals Laurens en Dan altijd zegt, moeilijk kan ook. Dus ja, ik hoop dat het gaat lukken om de Giro te winnen. Maar ja, het voorjaar heeft me wel geleerd dat het echt heel moeilijk gaat zijn. En dat ik in de eerste plaats in supervorm moet zijn en dat ook nog alles moet gaan meezitten. Trainen volgt niet goed, dus ja, dan... El ratón es así que parece un conejo. Wat? Dat hij vol met konijnen zit. Ja. Y no hay quien haga nada en el ayuntamiento. No hablamos español. ¿Eh? No hablamos español. ¿Español? No. No. Nou, als we al een koffiestop hadden willen doen, dan... Heb ik hem nu geen zin met hem? Ja, ik had hem sowieso niet echt ingepland. Ik had zo niet in de indruk dat dat... Maar we zouden het beter nu doen, terwijl we wachten. Ja, maar ja. Heeft hij in de gaten? Hij kan er niet zo ver achter liggen. Dan gaan we gewoon naar die hoofdweg. Ja, ik ga jou vragen. Café? Oh. Wat blijf, jongen. Ja. Man, man, man. We staan hier al een kwartier, hè? Minder tijd te veel, ja. Toch? Ja. Je hebt Tom, die ergens aan toe werkt. De andere mensen zien hoe gefocust en hoe gedreven hij dit doet. En hij gaat ook de anderen inspireren. Jouw spiegelneuronen, die gaan jou altijd laten aanpassen aan de 5 mensen die om jou heen het meeste zijn. Hier heb je de 5... die gewoon meegetrokken worden. En hij ziet op dezelfde tijd ook... Oh, spannend. Hij ziet op dezelfde tijd ook dat... ik word even afgeleid. Hij ziet ook hoe goed hun werken. En dit geeft ook hem vertrouwen. Dus je creëert ook echt zo'n... Ja, zo'n cirkel van vertrouwen hier ergens. En dit speelt heel zeker ook richting Giro. We zijn alle drie ons pompje opgegeten. Dus we konden niks fietsen. De manier hoe hij het ding aanpakt... inspireert ook anderen en andersom. En ik zie hem heel lekker en heel relaxend en fel. En ja, voor mij is het heel mooi samenwerken, moet ik zeggen. I don't remember jokes.
Oh, you also remember everything. Yeah, here. A woman does groceries and she buys this kitchen paper, like the big toilet paper, let's say, huh? The kitchen paper. Then a pizza to bake, and some yogurt. The woman, what is it, the casa, the cashier, asked her, man, I see already, you're single. I said, wow, crazy, how can you see that? Sandra, it's easy, you're super ugly. Ik had toch gehoopt op een tourparcours dat mij veel beter had gelegen. Maar toen kwam het Giro-parcours uit dat mij wel heel goed lag. En toen, heb ik toch even gevraagd aan de ploeg of we in ieder geval even konden praten over hoe dit seizoen eruit zou zien. Want in principe was het in eerste instantie gewoon de planning om alles op de tour te zetten. Vorig jaar hebben we ook de analyse gemaakt van wat het klassement zou worden voor de Giro. En toen hadden we dus Froome, Tom Dumoulin en Yates, waarbij Yates op het laatste niet bleek te kloppen omdat hij een inzinking had. Diezelfde analyse hebben we gemaakt op het moment dat het parcours uitkwam van de Tour en van de Giro voor komend jaar. Nou, en daar zag je heel duidelijk dat vanuit de prestatie gezien er een grotere kans is dat Dumoulin de Giro wint dan dat hij de Tour wint, omdat daar veel kilometers op grote hoogte in zitten en minder tijdritkilometers. De ploeg heeft daar zo'n model voor om te berekenen waar je dan in ideale situatie uit zou komen als al je concurrenten op niveau zijn. En, ja, goed, daar zitten heel veel flaws in natuurlijk. Dat gaat uit van het verleden eigenlijk, maar je weet nooit hoe het heden en de toekomst gaat zijn. Een Bernal is niet meegenomen in dat computermodel, hoor. En een Roglic op dit niveau ook niet. Onze voorspelling voor de komende Giro is dat het podium zal bestaan uit Dumoulin, Bernal en Yates. Nou, heel interessant. Ja, nee, ik probeer me er zo ver mogelijk vandaan te halen, want dat is het dus echt koffiedik kijken. Maar goed, het geeft wel een beetje een richting zo van, hey, kijk, dit zou kunnen gebeuren. Maar ja, ik probeer me er zeker heel ver vandaan te houden. Eigenlijk. Zo goed als dat je jezelf kan controleren, zo goed moet je eigenlijk ook om kunnen gaan met de oncontroleerbaarheid van al de rest. En hoe meer dat je dus weet over die tegenstander en hoe meer scenario's eigenlijk dat je jezelf kan voorbereiden, al gewoon puur al in je hoofd, dat je weet van tevoren van, ah, als er dit gebeurt, dan ga ik deze actie doen. Als er dat gebeurt, ga ik die actie doen. Ah, daar kom je heel erg ver mee. Wat ons heel erg heeft geholpen de afgelopen jaren is dat we al veel eerder dan andere ploegen zijn begonnen met heel planmatig werken. Dus voor iedere renner, daar wordt gewoon een uitgebreid plan voor gemaakt. En dat verandert ook niet zo snel. Het is een beetje oud wielrennen om iemand zomaar op te roepen 2 weken van tevoren van, hey, we hebben jou nodig en ik hoop dat je goed voorbereid bent, want... En dat is al jaren bij ons eigenlijk niet het geval. En ik denk dat we daarmee wel een voorsprong hadden. Maar inmiddels niet meer, hoor. Dus inmiddels is dat geheimpje niet meer van toepassing. Nee, maar we proberen wel nog altijd heel erg structureel te werken. En ik denk dat dat in heel veel gevallen heel goed is. We moeten er wel voor waken dat dat ook niet doorslaat soms. Ja, elke ploeg heeft zijn bijzonderheden. Het is overal iets, zoals wij in België zeggen. Maar de ploeg werkt zeker vanuit een heel wetenschappelijke basis. En wetenschap is de insteek van waaruit dat ze alles in vraag stellen. En soms zorgt dat voor verrassende uitkomsten. Zoals ze trekken het nut van een massage in twijfel. Waardoor dat die bij ons wel iets korter zijn dan in andere ploegen. Maar ja, als er een rationele redenering achter zit, kan ik mij bij elke beslissing wel aansluiten. Ik denk dat ik voor de ploeg af en toe wel heel lastig kan zijn. Ja, en daar ben ik me ook wel van bewust. Maar ik ben me er ook van bewust dat ik dat af en toe niet wil veranderen. Omdat ik echt denk... Dat,
dat ik best wel eens, nou niet gelijk kan hebben, maar dat er best wel de waarheid wel eens in het midden zou kunnen liggen. Laat het zo zeggen. Heel politiek correct. Ik denk dat zijn intelligentie er wel voor zorgt dat hij daar dat hij ook de experts weer terug uit kan dagen. Dus ook slim en kritisch vragen kan stellen richting onze experts terug. Wat vervolgens ook onze experts weer beter maakt. Nou, ik heb geen studie afgemaakt hoor. Ik kan heel mooi lullen, maar nee, ik denk dat ik best wel zinnige woorden kan zeggen. Maar ik denk ook goed over de dingen na, dat klopt. Mijn vriendin gaat zo trots zijn als ze dit ooit zou zien op tv. Ik denk wel dat ik het dan thuis ook zo moet gaan doen. Het is de keuken van de soigneurs en hier maken we de bidonnen, de voorradingszakjes maken we hier. Ja, er zijn soms dagen waarop een renner alleen al in de wedstrijd 6000 kilocalorieën verbrandt. Dus ja, dan moet ze wel echt heel veel eten om weer op energie te komen. Hè? Maar op een dag, als het echt een warme dag is, kan het zo zijn dat de renner 16, 17 bidonnen drinkt. En ze eten ongeveer een reep op 6, 7 tijdens de koers. Een shelletje of 5. Dus ja, op een dag gaat er als goed zal heel veel gegeten worden en gedronken worden. En de rest moet ze echt aanvullen voor en na de etappes. Daarvoor hebben we natuurlijk een kok mee die ervoor zorgt dat ze echt grote borden pasta krijgen. Of op een rustige dag ook wel kleinere porties. Om die manier zo ideaal mogelijk de dagen door te komen. We wilden echt gewoon efficiëntie. En dat is vooral onze eigen keuken. Om te voorkomen dat we in vieze keukens terechtkomen. Of dat we in keukens worden geweigerd en niet onze plannen precies kunnen uitvoeren. Dus dat is nu gerealiseerd. Daar ben ik echt heel trots op. Dat is een heel lang project dat voor elkaar te krijgen. In grote rondes is het heel erg belangrijk om op gelijk gewicht te kunnen blijven tijdens een grote ronde. Want ik bedoel, al onze jongens die gaan relatief wat wij noemen scherp. Dus met een laag vetpercentage gaan ze zo'n grote ronde in. Maar uiteindelijk moet ze ook niet omhoog gaan. Want elke kilo die je meer omhoog meeneemt, dat is gewoon extra gewicht. Dus uiteindelijk is het daar heel erg belangrijk om die balans over de grote ronde te houden. En zeker ook niet omlaag te laten gaan. Want ik bedoel, dan heb je gewoon een groot risico om de laatste week ziek te worden of in te storten of noem het op. Dus ja, ik bedoel, daar hebben we wel heel gespecificeerde plannen over. Waar ook onze voedingsdeskundigen heel goed over in contact zijn met Tom en al onze renners, van ja, wat gaan we eten? Meestal beginnen we het ontbijten met havermout. Goede basis van veel koolhydraten. Daar gebruiken wij lactosevrije melk voor. Just in case, voor als iemand lactoseopgevoelig is. We bakken er een omeletje bij. En daarnaast hebben we nog onze eigen gemaakte brood. Het Merel nu net aan het afsnijden is. Dat is specifiek speldbrood. Dat heeft te maken onder andere ook met Tom. Omdat we voor zijn darmklachten wel specifiek kijken naar ingrediënten die dat wat verminderen. En spelt is iets beter verteerbaar voor Tom dan ten opzichte van tarwe. Nou, Tizia die stuurt me nu in de ochtend een printscreen door met wat ze nou op het ontbijtmenu hebben. Onder andere het brood, dat weeg ik dan af. Dus dit is bijvoorbeeld van Sam en dit is van Tom. Tom die heeft vandaag 130 gram volkoren brood. En ja, zoals je ziet, de andere jongens hebben hun sneetje brood bij met een beetje rozijnen en pitten. Maar Tom die houdt daar niet van. Dus voor hem wegen we gewoon 130 gram normaal volkoren brood. Gisteren kwamen ze hier echt wel even kijken. Hoe ziet dat eruit? En enthousiast. Heel vaak zijn hotels wel echt onder de indruk van hoe dat allemaal gaat in een professioneel wielerteam. En dat snap ik ook wel. Dat was ik ook in het begin toen ik bij het team kwam. Dat is ook wel heel bijzonder en een circus op zich. We zitten wel op zo'n niveau dat coaches, maar ook renners, gewoon niet meer alles over voeding kunnen weten. Of niet meer alles over de ploegentijdrit kunnen weten. Daar hebben we experts voor die er dag in dag uit over nadenken zijn. Denken zijn van ja, hoe kunnen we dat nou nog een beetje beter maken?
En uiteindelijk hebben die een optimaal plan waarvan we zeggen van ja, daar is zo lang over nagedacht. Ja, dat is inderdaad, op basis van dat plan gaan we werken. Ja, hoe ver kunnen we daarin gaan? Dat is net hetzelfde als hoeveel kan ik trainen? Op een gegeven moment ben ik daar ook wel eens een keer in doorgeslagen. Of hoe ver kan ik gaan met mijn gewicht? Als topsporter wil je gewoon altijd het maximale doen. Maar soms is het maximale is net even iets minder doen. En dan haal je het maximale eruit. Maar zelf ben ik ook heel controlebehoeftig. Dus heb ik wel aanleg om een beetje door te slaan in structureel met mezelf bezig te zijn en overal controle willen uitoefenen. And you say it was too high, and yeah, then no. You went to lower. 81.0, no? 81.0? Yeah. And I took it. We said it, no? Yes. I took it to 1.1. No? No? No. What? You put the normal bike. Talk about the TT, yeah? Yeah, I know. Yeah. Het is heel moeilijk om te zien hoe ver ploegen zijn, maar ik denk dat wij samen met bijvoorbeeld 5 andere ploegen op deze manier aan het werk zijn. Echt in die details. Probeer die wetenschap erbij te betrekken. Ik denk dat we daar voorop liggen, samen met een aantal andere ploegen. Ik denk dat de tijdrit altijd een goede manier is om te zien hoe ploegen werken. Het zijn best wel vaak dezelfde ploegen die goed scoren in tijdrit. Ik vind onze tijdritcultuur in deze ploeg bijvoorbeeld echt goed uitgebouwd. Ik zie altijd nog voor mij de drama's die bijvoorbeeld bij Age Reserve waren dan. Hoe dat iedereen maar een beetje in het rond liep en probeerde zijn verantwoordelijkheid te ontkomen. En dat is hier totaal niet het geval. Iedereen ziet gewoon als een werkdag als een andere. En alles loopt op wieltjes. Als je kijkt hoe je deze fiets helemaal kan instellen naar de maat van de renner en hoe snel je dat kan doen, maakt dit gewoon de snelste tijdritfiets van de wereld. En ja, met de snelste tijdrijder erop is dat gewoon een gouden combinatie. Hier hebben we een hele speciale Cervelo R5. Dit is de fiets van Tom. Tom is natuurlijk niet de kleinste renner van het peloton. En Tom die moet ook een fiets hebben die 6,8 kilo weegt. Het minimum wat je mag hebben van de UCI. En bij Tom hebben we dat in dit geval bereikt door het frame te laten spuiten bij een bedrijf dat heet SPT, Silverstone Paint Technology. En die spuiten, hun core business is het spuiten van Formule 1 auto's. Dus je kan eigenlijk zeggen dat de lak op de auto van Max Verstappen dezelfde soort lak is als hier op het frame van Tom. Dit heeft een kleine 200 gram, tussen de 150 en 190 gram opgeleverd. En het was ook voor ons verrassend dat je zoveel kon winnen met lak. We balen er ook van als andere ploegen iets hebben bedacht waarvan we denken van, verdorie, dat is wel slim. Daar hebben ze goed over nagedacht. Daar balen we wel oprecht van. Want ik bedoel, ja, had ik dan ook wel graag willen bedenken of willen zien. En op dezelfde manier hebben we soms ook wel van, als wij die voorsprong hebben, dan behouden die natuurlijk ook heel graag. Maar ja, dat is uiteindelijk gewoon een competitief voordeel. Eigenlijk wil je ieder jaar kennis opbouwen. De kennis die je opgebouwd hebt, laten zeggen toepassen in de praktijk. Zorgen dat je er resultaten van hebt. En dan ondertussen wel verder werken aan die kennisbasis. Waardoor je steeds net dat stapje voor blijft op de concurrentie. Eigenlijk komt het erop neer dat wij een vraag bij TU Delft neerleggen. En zodoende gaan we dan met die faculteit aan het werk. En een aantal dingen waar we bezig zijn is bijvoorbeeld met aerodynamica. Dus bij ruimtevaarttechniek zit een windtunnel. Dan kunnen we dingen testen. Onder andere hebben we op die manier de 3D-tom gebouwd. Wat we eerst hebben gedaan, we hebben met een heleboel camera's tegelijk een 3D-beeld van hem gemaakt. Vervolgens hebben we dat 3D-beeld bij industrieel ontwerpen op ware grootte uitgeprint. En dat die 3D-versie hebben we vervolgens gebruikt om te kijken waar moet het pak ruw zijn en waar moet het pak glad zijn. En hoe kunnen we dan zorgen voor de minste luchtweerstand. En dat luistert heel nauw, omdat die ruwheid ook bepalend is van wat is je lichaamsvorm. Dus het ene pak is goed voor de ene en het andere pak is goed voor de andere.
En had dat dan ook te maken met de paniek die bij Tom ontstond vlak voor de tijdrit in de Tour, dat hij zijn pak kwijt was? Ja, als het ergens net iets los zit, is het zeg maar niet meer aero. Dus vandaar dat die paniek er was. Ja. Is dat pak ooit nog teruggevonden of niet? Ik heb het verhaal gehoord dat die misschien weggegooid is per ongeluk. Maar ik weet niet of dit... Maar volgens mij zat het in een vuilniszak en heeft het zo'n jeugd gedacht dat het vuilnis was. So I'm feeling good for this Giro. And to answer your second question, I don't know if it's possible to do the double, to win both, but I'm here to try and win the Giro, and I'm not busy with the Tour at the moment. Grazie Tom, thank you a lot, and now thank you for the video. Ja, dat is niet de eerste, dat is de 30ste. Ah ja, echt? Waar is die ploegprestatie? In het centrum. Buonasera, buonasera Bologna, che bello, che bella accoglienza. Benvenuti alla cerimonia d'apertura del Giro d'Italia numero 102. A very warm welcome to the team presentation of the 102nd Giro d'Italia. You look fantastic tonight here in Piazza Maggiore, and I'm sure we are going to have a spectacular show and a wonderful night. Mensen zijn heel respectvol en toch heel gepassioneerd. Is dat een geromantiseerd beeld of klopt het ook echt? Ja, ik vind dat echt klopt. Dus misschien een beetje geromantiseerd, maar nee, vind ik eigenlijk niet. Dus heb ik wat al, want vanmiddag was het eentje precies. Want we hebben in de middag al gezakt. Dat was vanmiddag al de kans. Hè? Twee vragen en dan gaat hij door. Ja, wat doen we hier dan? Foto's maken, dat soort dingen. Ik heb een kou. Ja. Dan ga je niet drie kwartier in de kou zitten. Chat goes to 114, together with Jan. 114? Yes. Allora. 114, questo qui? Yes, sì. Posso portarlo? Ma bisogna open? Prima. No. Yes, wait. First check. You gonna take this one out, or I'm put them up the wall? What do you want? Ma one or... No, or both. Two riders, so the... Okay, two riders. Okay. Ja, ze slapen op deze matras, zodat ze er thuis ook op slapen. Voor de hygiëne. En ja, weet je, het is gewoon beter om op je eigen materiaal te liggen.
En dat ze zeker weten, het zijn ook allemaal gecustomized matrassen. Dus je hebt soft, medium, hard, weet je wel. En dan is het beter om op je eigen matras te liggen. En je eigen soort kussen krijgt. En soms zijn het gewoon ook echt slechte bedden. En als je dan 5-6 uur op de fiets hebt gezeten en je komt terug en je moet op een campingbedje gaan liggen, is niet echt lekker. Stel, we zouden onze hele trainingsstaf eruit gooien en we zouden gewoon zeggen van ga maar een beetje fietsen. Ik bedoel, dan gaan ze nog steeds wel gewoon trainen. Dus ik bedoel, en dan gaan ze ook nog wel steeds in vorm zijn voor hun doelen. Maar dan gaan ze niet net dat beetje extra hebben. En zelfs als we onze hele voedingsstaf eruit gooien, en dan is het niet dat mensen niet meer eten of zo. Dus ik bedoel, ze blijven wel eten. Alleen, het is gewoon een heel stuk minder optimaal. En als je daar een nummer op moet plakken, zegt hij 5-6% beter kan worden door wetenschap. Tegenwoordig is iedere ploeg zo gestructureerd en planmatig bezig met al hun... Alles is wetenschappelijk tegenwoordig. Dus niemand doet meer iets omdat het... En dat is goed. Dat is echt wel goed. Maar daardoor krijg je ook een hele wetenschappelijke wedstrijd. En eigenlijk... Dat is eigenlijk niet wat het publiek wil zien. Je klinkt bijna als een romanticus als ik je zo beluister. Ja, een beetje wel, ja. Ik ben ook een liefhebber van de sport. En als ik soms naar koersen kijk, dan moet ik ook soms concluderen dat het 10 jaar geleden wel eens interessanter was. Je wil natuurlijk, liefste wil iedereen elke dag een spektakel zien. En dat de hele klassement weer op zijn kop wordt gegooid. Alleen, uiteindelijk gaat het ook wel gewoon om topsport waar je gewoon... ook naar het optimale toe wil werken. En volgens mij is dat uiteindelijk de kern van topsport. En wil je daar uiteindelijk ook naartoe werken. En tegelijkertijd moet je natuurlijk wel als toprenner... en als klassementsman... Is het wel meer dan gewoon een aangestuurde robot zijn. Want ik bedoel, je moet gewoon zelf na blijven denken. Je moet zelf zien wat er gebeurt in de wedstrijd. En daar ook op blijven reageren. Dus ik denk uiteindelijk robotisering... Nee, want uiteindelijk blijven het gewoon topatleten die daar op een fiets zitten. Alleen wel met een zo slim mogelijk plan erachter. Door alle wetenschap vergeten we ook wel eens dat wij ook gewoon mensen zijn. Hè? Ik ben gewoon een mens die op een fiets zit. En die de bereidheid moet hebben om door een muur te gaan. Om te willen winnen of om te willen... Of om niet te willen lossen. Dat is een enorme bereidheid. Daar is toch geen wetenschap voor. Daar is toch niet. Daar kun je geen meeting over hebben. Je kunt daarover praten in ons weg. Maar uiteindelijk is dat een gevoel dat je moet creëren. En een gevoel, daar heeft de wetenschap nog altijd geen antwoord op. En ik moet zeggen dat ik daar wel eens mee bots in de ploeg. You're very welcome to Bologna for the 102nd edition of the Giro d'Italia. It's a short shot. 21 days, 3,500 kilometers and nearly 47,000 meters of mountains to climb along the way. The streets are packed, everywhere is painted pink. All of that emotion, drama, everything you've been hearing about is all ready to be shown off for the next 3 weeks. Drie schepjes. We gaan een koelvest zo doen om de lichaamstemperatuur tijdens de warm-up zo laag mogelijk te houden. Klinkt misschien gek, maar hoe lager de lichaamstemperatuur bij de start, hoe beter, hoe verder je de prestatie door kan drijven tijdens de tijdrit wanneer je vol gaat. Dus we proberen met koele drankjes en koelvest het lichaam zo koel mogelijk te houden voor de tijdrit. Voor elke tijdrit maak ik eigenlijk een pacingplan, noemen we dat. Daar kan ik zeg maar, Tom kan ik 1000 keer de tijdrit laten fietsen. Nou, en daar komt dan de snelste tijd uit. Je ziet als ik hem heel hard laat fietsen, dat hij al meteen leeg is in het begin van de klim. Ja, dat willen we niet. En dan gaat hij dus ook langzamer finishen. We willen dus dat hij net wat meer vermogen bergop gaat leveren. En we willen een optimum vinden. Dus we kunnen hem zeg maar de tijdrit laten rijden met stapjes van 25 watt meer bergop. Nou goed, dan kunnen we hierop inzoomen totdat we een optimum hebben gehaald.
Dan drukken we op Make Protocol. En dan komt het protocol eruit voor een renner. En dat ziet er dan zo uit. In dit geval, deze is van de Tour de France. Waarbij we eigenlijk in kleurtjes en in blauw in het vermogen aangeven hoe hard een renner waar moet fietsen. Ik fiets zo wel even mee met een fluitje of zo. Een bidon ook daar. Ja, bidon zal ik ook wel meenemen naar houder dan. Is die ook zo? Nee, ik heb hem al verdund. Excuse. Godverdomme. The winner from 2 years ago is on the way. Bologna to Verona doesn't sound a long way, does it? It's just up the motorway in reality. 176 riders on this start list, though. They're all taking the long route. At the bottom of the climb, and now it's 2 kilometers of pain, hell, and against everything you've got for Tom Dumoulin. What's going to be the first time? Is it going to be the winning time? We'll have to wait a few hours to find that out, but Tom Dumoulin is going to set the benchmark. He's been riding for 13 and a quarter minutes as he heads up to the line. Dumoulin, with a final turn, heads into the line. The Giro's underway for him. And the time to beat is 13 minutes, 22 seconds. Average speed of just under 36 kilometers per hour. Dat was gewoon een prima tijdrit van mij. Ik weet niet wat de waard is, maar dat is het nadeel aan de eerste rijden. Maar als er nu iemand sneller gaat, dan ja, is het gewoon beter. Ik ben wel tevreden. Roglic. 23 seconds quicker than Nibali. Primoz Roglic already taking a significant advantage on day one of the Giro d'Italia. Well, what a start we just had. And look at that. 28 seconds already to Dumoulin. Zet hem op, hè. Succes, hoor. Succes. De groetjes van Annie en Henk. Jij geen Annie en Henk. Ja, zeker. Succes, Tom. Lekker gek maken. Wacht. Super. Dumoulin is aan het begin van de vijfde etappe van het Giro d'Italia afgestapt. Hij heeft toch te veel last van zijn knie. Dumoulin kwam gisteren aan het einde van de etappe hard ten val. Als je het gezien hoe de wond uitzag, ik dacht, oké, er was wel bloed. Maar de wond bij zichzelf was eigenlijk... De volgende dag moest ik aan Tom vragen, welk sneetje is diegene die ik gisteren gezien heb? Voglio una vita... Pericolata, voglio una vita fatta così. Voglio una vita maleducata, voglio una vita fatta come mai. Als ik cru kijk naar de voorval van Tom en zijn knieblessuur, die irritatie die door de val gebeurd is, die zou je heel, heel goed kunnen behandelen met een injectie van cortisone. Maar ja, dan bereik je al de grens binnen de subway. Dus injecties sowieso willen dat niet.
En injectie van cortison nog minder. Maar bij een andere ploeg had Tom waarschijnlijk dan nog op de fiets kunnen zitten. Kijk, het probleem is, cortison is heel erg taboe binnen de wielcircuit. Maar het is gewoon een hele goede behandeling. Het probleem is, er wordt heel veel misbruik van gemaakt. En in dit geval, dat hadden we heel goed gekund. Maar zoals ik zei, het is geen optie bij ons. Maar bij een andere ploeg wel? Laten we zeggen, diegenen die niet bij NPCC zijn, ongetwijfeld. Nou ben je vicevoorzitter van de NPCC, een organisatie die staat voor een schonere wielersport. Toch is er nog geen 40% van de protoploegen aangesloten bij diezelfde NPCC. Is dat niet raar dan? Ja, je wil me woorden in de mond leggen dat die andere 60 dan... Nee, het is gewoon een vraag. Er zijn gewoon geldende antidopingregels van middelen die je mag nemen en middelen die je niet mag nemen. En er zijn middelen die je gewoon legaal mag nemen. Of soms met een doktersvoorschrift mag nemen. In het fietsen zeggen we, dat middel is, hoewel het mag, is het ook vaak gebruikt om verkeerde redenen. Laten we een goed signaal afgeven, laten we het middel niet gebruiken. Dat is een vrijwillige beslissing. Er zijn misschien andere ploegen die zeggen, nee, maar ik gebruik het alleen als medicijn. Net als in al die andere 100 sporten. Wij hebben deze keuze gemaakt als ploeg. Andere ploegen maken een andere keuze. Ja, cortisone bijvoorbeeld. Daar is NPCC heel streng in. En daar, als je als ploeg daar niet bij aangesloten bent, dan is er volgens mij, zijn er nog wel mazen in het web. Om dat een beetje te ontzeilen. Maar dan ben je dus gewoon doping aan het gebruiken. Dat is gewoon zwart. Dat is niet grijs. Dan ben je dus gewoon een knieblessure aan het faken om cortisone te kunnen nemen. En dan kun je een attest aanvragen daarvoor, weet ik veel wat, met een verzonnen reden. Maar dan ben je dus aan het liegen. Dat is toch gewoon zwart dan? Ik zie ook gewoon normale patiënten. En die had ik wel gedaan. Maar Tom is geen gewoon patiënt. Hij is niet in een gewone team. Zou jij graag willen dat meer renners, net zoals jij, zich zo stellig uitspreken over doping? Zou dat de sport verder helpen? Goh, dat weet ik niet. Want in het verleden, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden... sprak zelfs Lance Armstrong zich tegen doping uit. Nou, dat heeft niks geholpen, hoor. Je weet toch nooit of iemand liegt. Misschien ben ik wel de ultieme leugenaar hier. Dan zit ik hier gewoon een lulverhaal tegen je op te hangen. Je moet mij ook maar gewoon geloven. Het enige wat ik kan doen is gewoon vertellen zoals mijn kijk erop is. En ik weet van mezelf dat ik niks doe, dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken. En dat is dan voor mij maar gewoon genoeg. Ja. Het is gewoon super jammer dat ik een sport doe waar vraagtekens soms bij moeten worden gesteld. Maar ja, dat verander ik toch niet. Dus, uiteindelijk doe ik dan toch de sport te graag om er dan een afstand van te nemen. Het is wel ironisch, hè? Je kan als ploeg zoveel plannen, zoveel doen. Ja. En één renner van Ineos die even achterom kijkt en weg voorbereiding. Ja. Maar het is het hoort bij de wielrennen. Maar je kan je moeilijk voorstellen dat je 6 maanden voor traint en uiteindelijk door iemand anders de koers kan niet voorzetten. In dit geval, heel ongelukkig, raak je net het klein stukje waar dus het gewrichtkapsel is. En die is geïrriteerd. En dan klaar is Kees. Klaar is Tom. Ik heb 8 uur in de mini gezeten met, wie was dat? Tietja. Die van de voeding, of? Ja, voeding. Ah, oké. Okay. Tietja. Ja. Maar dat was precies tijdens de Giro toen ze al die voedingdingen moest berekenen, weet je wel? Nee, ze zat in de auto, zat ze die voedingsplan in. Maar daar ging niet zo goed bij. Ja. Maar zoals tijdens de autorijden was ze het aan het doen. Dan was Sam Omer, die had dan heel laag gemiddelde wattages. Dan moest ze dat voedingsschema aanpassen en dan appel eruit. En dat moest ik dan allemaal eten. Appel eruit. Muesli uit de kwark. Leo. Yeah. Guys, you're ready? 3, 2, 1. There we go, 10 minutes.
Nou, we zijn hier eigenlijk een test aan het draaien die we hebben opgezet met KPMG en TU Delft. En we krijgen nu dus de data live binnen van wat de renners nu aan het doen zijn. En we kunnen nu dus zien hoe hard ze rijden, hoeveel vermogen ze rijden. Maar ook of ze zich bijvoorbeeld aan het plan houden wat we van tevoren maken voor ze. Het leuke van de ploegentijdrit is natuurlijk dat je zoveel keuzes moet maken. En je zou denken, hé, dat is eigenlijk heel vervelend, maar wij vinden dat heel fijn. Want dat geeft ons heel veel ruimte om tot een optimale oplossing te komen. Want iedere renner is individueel natuurlijk in de zin van de weerstand die hij heeft. De een is groter dan de ander. Maar ook het vermogen wat hij kan trappen. De een kan gewoon meer vermogen trappen dan de ander. Of heeft een wat grotere accu dan de ander. Yes, Leon, accelerate now to 420 watts. 420 watts. Wat je heel vaak ziet in de ploegentijd is dat ze zich in het begin overschatten. En dus te lange beurten doen. En dat aan het eind tekort komen. Terwijl als we nu juist in het begin heel erg goed feedback kunnen geven op wat ze doen. Blijft de ploeg langer bij elkaar. En hoe langer de ploeg bij elkaar blijft, hoe meer voordeel dat heeft. En zo kan je tot een optimale tijd komen in de zin van zo kort mogelijke tijd. Winnen dus. Ik denk dat ze ons wetenschappers misschien wel eens ooit zien als de nerds van de ploeg, omdat we veel achter de computer zitten en weinig op de fiets zelf. Maar ik hoop dat de deel ook gewoon inziet wat al die kleine details opleveren, zeg maar. En dat ze daarom dan juist inderdaad in die tijdrit goed presteren en in die ploegentijdrit. En dat de details zijn waarop je bijvoorbeeld wereldkampioen wordt. Problemen? Nee, alles goed. Alleen bandenspanning had ik? Ja, bandenspanning wel iets omlaag. Ja. Ik geef alleen maar korrelig asfalt dus. Oké. Okay. Nou hebben ze toch bekend gemaakt dat... Ik niet in ieder geval. Ik ook niet. Nee, ik hoorde bij andere teams al, dus ik wist niet dat het... Dat Tom een volle bak zou gaan. Nee, dat hij wat in zijn knie had. Oh. Ja, dat heeft hij denk ik zelf gehad. Ja. Dan is het ook goed, hè. Heb je een keer kalibreren? Ja. Je wilt door het toilet dan? Succes. Ja, hij is opnieuw gekalibreerd. Succes. Thanks. Aan de kant. He's got a little lump on his knee after that crash in the Giro d'Italia. He's got a tiny little piece of metal which he picked up and has ended up in that injury. The scan the other day, because he was wondering why there was still a lump in his knee, showed that piece of metal. And Dumoulin, though, will be on the hot seat. Will he have 10 seconds in the bank? There or thereabouts. Just inside 12 seconds faster than Julien Alaphilippe. I hope you win. I hope so too. Als ik hem nu niet vind, dan snap ik er niks van. Dan ga ik toch eens even kijken naar het materiaal. Omdat dat echt een hele goede waarde is. Tom, we've been asking you all week about your knee. How did it hold up today? Yeah, same story every day. Not great, but not bad. So you've still got a few doubts? Well, it's not perfect yet. Yeah, I'm compensating quite much.
exactly. With my other leg. But yeah, today was a good performance anyway. So I really hope I win. Wout Van Aert va rentrer dans les 500 derniers mètres. Il a plus d'une minute pour en terminer, mesdames, messieurs. C'est idéalement par qui il va probablement détrôner Tanguy Moulin. Peut-être en lice également pour la victoire de l'étape. Wout Van Aert, le prodige du cyclisme, triple champion du monde de cyclocross. Il disputera son premier Tour de France. Ce sera dans quelques semaines. Un tenable applaudissement pour le maillot vert. Parrainé par Sonat qui prend la tête. Oh là là, 33 minutes 38 seulement les 89 centièmes. Quel chrono de la part de Wout Van Aert qui vient détrôner Tom Dumoulin de plus de 46 secondes. Kijk, iedereen is hier van hoogte stage gewoon top en top voorbereid, komen ze hier naartoe en ik niet. Ja, zo is het eenmaal, dat weet ik ook wel, maar ja, ik wil toch gewoon winnen. En ja, dat zit er nu gewoon even niet in en ja, dat zit er eigenlijk... Ik wil dat het eens een keer mijn kant op valt, maar... Ja, dat lukt even de laatste weken, maanden niet. Ben je op zulke momenten geduldig? Of druist dat nee. Helemaal in tegen jouw karakter? Nee, ik ben niet geduldig. Ik wil gewoon weer goed rijden, maar dat lukt nu even niet. En dat weet ik ook wel, dat dat helemaal niet kan met de laatste weken. Ik kan nog steeds niet voldoende kracht zetten met het linkerbeen. Zoals zou moeten. Ja, ik weet het allemaal wel, maar realistisch gezien kan het allemaal niet en bla bla bla, maar ik wil gewoon, ik wil gewoon meer. Everybody is equally important. I don't think anybody is more important than the other. You know, if the riders aren't there, then we don't have anything to do. If we're not there, they have a tough race. De cette cinquième étape du critérium du Dauphiné aux avant-postes, nous avons deux coureurs français avec Johan Bagou. I kind of think of us as like firefighters, you know. And you just kind of sit and wait, and then it's just like, boom, done. Helm. Dus hij speciaal yes. Naar Frankrijk voor je gereisd. Speciaal hierheen. Wauw, cool. Hij gaat een beetje knieën. Kan beter, ja. Maar kan slechter. Denk aan je eigen gezondheid. Ja, hè? Wat mensen ook zeggen. Ja, dat komt jij moet aan jezelf denken. Ja. Vandaag de opgave van Tom Dumoulin. Uit voorzorg gaat hij naar Nederland om een MRI-scan te maken. Ideaal is het niet? Nou, niet voor deze wedstrijd, maar wel voor het hoogtekamp wat we willen maken. En daar ligt nu de prioriteit. Daar willen we gewoon zeker van zijn dat hij dat op een goede manier kan draaien. En daar heeft hij nu 2 extra dagen rust voor op zijn knie. We kunnen ook even naar zijn knie kijken, zien of alles nog goed zit. En dan kunnen we met vertrouwen zondag aan het hoogtekamp beginnen. Ja, hij gaat niet voor niks hier weg met pijn in zijn knie. Ben je niet bang dat ze iets zien wat misschien gewoon erg is? Nee. Do you still feel like it's realistic having Tom Dumoulin in the Tour this year? Yeah. De Tour staat nou in gevaar van Dumoulin? Nee. Het kan pas in gevaar komen als het straks op het kamp misgaat. Maar op dit moment is daar niet de reden voor. Waar is Tom? Ja, heeft gisteren omgedraaid.
Twee dagen geleden was, je weet, kleine operatie. En vervolgens liep goed. Volgende dag hebben we de afspraak gemaakt dat hij 's ochtends even probeert een klein rondje te draaien, zien hoe de knie reageert. En die test was eigenlijk goed. En vervolgens stapte hij, ja, voor mij redelijk verrassend, direct heel snel in de auto. En toen ik hem de eerste keer belde, was nog gisterenochtend, daar was hij al onderweg. Dus de test was goed gegaan, hij was onderweg hierheen. Maar toen op zijn weg besefte hij ook ergens van dat, ja, na dit val in de Giro en al dit ups en downs, dat echt zo'n beetje zo'n rollercoaster. En hij misschien niet veel ook tijd had even bij zichzelf te zijn. En altijd verder. En gisteren even besef van, wow. Was hij alleen in de auto? Ja. Dus hij reed in zijn eentje, ja, naar Frankrijk? Ja. Lijkt nu op zijn krimi. Of, ja. Maar ja, ja, ze gewoon alleen in zijn auto, ja. Heb je zijn knie gezien? Ik moet even nadenken. Dus als ik hem zag, had hij gewoon jeans aan. Dan ga ik niet... De knie na de ingreep afgelopen zondag? Ja. Nee. Hij was een... je bedoelt nu een foto daarvan of zoiets? Nee, om eerlijk te zijn, nee. Heb ik nog niet. Nee. Er zitten 10 krammen in. Misschien. Ja. Weet je, mails ik. Ja. Ja. En als ik het zag, denk ik dat je daar niet mee kan fietsen. Wauw. Ja, ik hoorde alleen van hem dat hij, toen hij het zag, verrast was. En dat zeker iets met hem doet van, wow, dat is meer als ik dacht. Op mij komt het heel knullig over. Er zit gewoon een stuk asfalt in je knie. En we besluiten om dat te laten zitten. En 2 weken voor de Tour halen we het eruit. En dan vinden we het nog raar dat hij halverwege Frankrijk rechtsomkeert maakt en zegt, jongens, bekijk het maar. Ja, om eerlijk te zijn, dus ik heb alleen die communicatie meegekregen. Dit met dat stukje en dat splittertje, dit was, kijk, hij heeft, weet niet, als ik eerlijk ben, weet ik nu niet hoeveel MRI's er tussendoor geweest zijn. Maar het was zeker niet in de eerste of in de tweede bekend. En toen dit dan ergens dan met bij kwam, wordt die keuze gemaakt. Maar van de operatie was ergens nog niet in sprake. Is er dan te lang niks gedaan met zijn klachten? Ja, kun je achteraf nu misschien makkelijk zo zeggen. Maar ik kan alleen zeggen hoe ik dat in het proces meebeleefde. En ik zal nu achteraf niet zeggen van, wauw, hier was echt elementair een fout gedaan. Nu achteraf is makkelijk. En toen voelde het ook super lang. En Maar ik ga hier niet mee op, we gaan hier even de schuld of de fout zoeken. Nee. Tom gaat de Tour niet rijden, hè? Ja, ik heb 2 dingen. Eén kant die een hoop in zich draagt. En de andere die ook dikke twijfels heeft. Ja. Ik hou nog een beetje aan de hoop vast. Mijn dromen. In de sport is mijn droom om de Tour nog te winnen. En het WK op de weg. Dat zijn nogal. En de Olympische Spelen. Kijk, dus er is nog genoeg te dromen over, hoor. Als je nou zou mogen kiezen tussen die 3, de Tour, het WK op de weg of Olympisch goud? De Tour. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai. E puro questo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo un bel.